Nou, allereerst welkom allemaal op deze prachtige locatie. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Vanavond ga ik in gesprek met professor psychologie en een van de mensen die zich vanaf het begin eigenlijk al kritisch maar genuanceerd heeft uitgelaten over de coronasituatie en de schrijver van het nieuwe boek De Psychologie van Totalitarisme, Matthias de Smet. Dank u wel. Ja, Matthias, fijn dat je er bent. Dank u wel. Ik heb het boek met ontzettend veel plezier gelezen. Met veel herkenning en ik heb het ook in één ruk uitgelezen. Ik was erg gecharmeerd van je, laat maar zeggen, bezielde logica. Mm-hmm. Dat in contrast tot de toch wat zielloze, mechanistische logica van de moderne wetenschappen. Je schrijft er zelf ook over. Mm-hmm. Je ziet dat als een bijna onvermijdelijk uitvloeisel van doorgeslagen idealen van de verlichting. Ja, dat klopt. Kun je dat toelichten? Ja. Ik denk inderdaad dat gedurende de traditie van de verlichting... ik probeer het iets dichter te zeggen. Zo klinkt het zo beter? Ja. Ja, wel, dus de mechanistische logica waar je naar verwijst is volgens mij inderdaad een onrechtstreeks gevolg van de verlichting. Ligt vreemd genoeg aan de oorsprong volgens mij van het probleem van het totalitarisme. Ja. Het kan een zeer grote stap lijken van de mechanistische logica, en daarmee bedoel ik, of daarmee verwijzen we naar de idee dat de mens en wereld een soort machine zijn, mm-hmm. Bestaande uit materiële deeltjes die volgens de wetten van de mechanica op elkaar inwerken, dus gewoon de gedachte dat de wereld uiteindelijk te begrijpen valt als een systeem van atomen, neutronen, elektronen, die volgens de wetten van de mechanica op elkaar inwerken en waaruit men uiteindelijk elk fenomeen in het universum kan verklaren, incluis het fenomeen van het menselijke bewustzijn, van het denken en het voelen bijvoorbeeld. Ja. Binnen zo'n logica komen gedachten voort uit een soort biochemische machine van de hersenen. Ja. En dat is in grote lijnen wat we onder de mechanistische logica kunnen begrijpen. En inderdaad, op een merkwaardige manier, via een aantal tussenstappen, leidt dat soort mens- en wereldbeeld onrechtstreeks, maar zeer duidelijk aantoonbaar, denk ik, tot de gruwel van de totalitaire systemen zoals we die in de 20e eeuw gezien hebben, nazisme en stalinisme, en zoals we, denk ik, ze nu opnieuw zien opreizen. Ja. Niet exact onder dezelfde vorm, een variant ervan, maar wel degelijk totalitair van aard. Ja. En hoe zie je dat verband tussen de idealen van de verlichting en het ontstaan van die massavorming die uiteindelijk tot een totalitaire samenleving leidde? Het lijkt onvermijdelijk. Ja, het is ook. Het een volgt heel logisch uit het andere. Ja. Je kan het volgens mij onder andere zo bekijken. Er is een zeer rechtstreeks verband. In dat opzicht dat van zodra je veronderstelt dat de essentie van de wereld werkelijk een soort materieel fenomeen is, een soort materieel systeem is, waarbij elementaire deeltjes volgens de wetten van de mechanica op elkaar inwerken, van zodra je werkelijk veronderstelt dat dat de essentie van de wereld en van de mens is... Hmm. Dat het verder betekenisloos is. Ja, dat het verder betekenisloos is en dat inderdaad de wezenlijke determinanten of de wezenlijke gronden van het menselijke wezen, van het menselijke bewustzijn bijvoorbeeld, in de chemie en de fysica liggen, ja. Van zodra je veronderstelt dat dat waar is, is het logische gevolg dat de wereld en de maatschappij moeten bestuurd worden door mechanistisch-technische experten. Ja. Dat is logisch. Dat is logisch, ja. Dat is logisch. En dat is precies binnen dat soort denken, binnen een fanatiek soort mechanistisch denken, is democratie een dwaasheid. Onvermijdelijk. Hmm. Moet je de macht in handen geven van technische experten. Ja, en dat is wat we voor het eerst gezien hebben. Die idee was al lang aanwezig en broeide onder de oppervlakte. Maar met de coronacrisis hebben we voor het eerst die experten de feitelijke leiding zien overnemen. Ja. Puur officieel. Waren nog altijd politici de leiders van de maatschappij.
Ik praat gewoon door, door alle muziek heen. Ja. Puur officieel gezien waren nog altijd de politici de leiders van de maatschappij, maar in de feiten waren de experten de leiders. Ja. Alle autoriteit lag al bij de experten. Sommige krantenkoppen logen er niet om. Ik herinner me altijd één specifieke krantenkop in die context, namelijk toen onze minister van, of één van de ministers van onderwijs, in België hebben we meer ministers van onderwijs dan studenten, denk ik, maar toen één van onze ministers van onderwijs op een bepaald moment claimde dat de studenten terug naar school moesten en dat de scholen terug moesten openen, stond er de dag erna een krantenkop, stond er een artikel in de krant onder de titel Weitz, dat was de bewuste minister van Onderwijs, wat ken jij van virussen? De maatschappij werd verondersteld bestuurd te moeten worden door technische experten. Ja, zeker. We zagen het hier ook, hè. Er werd steeds beweerd, wij volgen de wetenschap. Wat is de wetenschap dan? Hè? Ik bedoel, als we in de oorspronkelijke gedachte van de verlichting kijken, toen de wereld reageerde zeg maar, op de autoritair dogmatisch ingerichte samenleving en toen er een nieuwe stroming ontstond van willen weten, van onbevangen onderzoeken, jij geeft dat zelf ook aan, hè. Toen was het uitgangspunt eigenlijk het niet weten. Het niet weten wat mensen dus motiveert om te willen weten. Maar het lijkt alsof die hele wetenschap een soort 180 graden geleidelijk aan omkering heeft gemaakt. Want nu wordt de wetenschap eigenlijk weer gezien als een soort van nieuwe priesterklasse. Een soort alwetende klasse. En dat iedereen die niet tot die klasse behoort, niet in staat is om ook maar iets te weten. Want je bent geen expert op dat gebied. En dus eigenlijk ook geen andere keuze heeft dan, en je hoort dat ook steeds terug, dan de wetenschap te geloven. Hè? Iedereen die nu een kritische kanttekening zet bij een wetenschappelijk verhaal, die krijgt meteen de beschuldiging, je gelooft niet in wetenschap. Wat natuurlijk op zich al een hele rare contradictie is. Ja, je stelt je buiten de categorie van de mensen. Ja. Want je bent niet rationeel. Daar komt het om. Ja, en dat de enige manier dus om iets te weten, wat vroeger zeg maar was voorbehouden aan de kerk en aan de vertegenwoordigers van God, zeg maar. Dat de enige manier om iets te weten is om deel uit te maken van de wetenschapsklasse. Je zult zelf ook wel mee hebben gemaakt. Ik heb het vaak meegemaakt als ik kritisch was. Dan zeiden mensen tegen mij van, ja, ben je soms een viroloog? Hetzelfde idee. Ja. Dus dat wil zeggen dat de wetenschap dus zich eigenlijk buiten de mensen geplaatst heeft. Dat is een nieuwe externe autoriteit. Ja, inderdaad. Ik denk dat het wetenschappelijke discours een traject afgelegd heeft dat zeer typisch is voor elk discours. Dat begint als een discours van een minderheid, die tegen een meerderheid ingaat, en verandert in een discours van de meerderheid. We hebben gezien dat wetenschap oorspronkelijk begon inderdaad als werkelijk, als essentieel, een vorm van openheid van geest. En men schortte alle religieuze dogma's en vooroordelen op, benaderde de wereld even met een volledig open geest, liet de feiten zoveel mogelijk voor zichzelf spreken, en op die manier, vanuit dat moedig niet weten, ontstond er inderdaad een zeer vruchtbaar nieuw weten. Ja. De mensen kwamen tot een nieuw weten, of de originele, de seminale wetenschappers kwamen tot een nieuw weten, doordat ze de moed hadden om een tijdje niet te weten. Het was ook een dissidente beweging. Het was een dissidente beweging. Het heeft ook nogal wat mensen de kop gekost in het begin, volgens mij. Inderdaad, het was de discours van een minderheid, dat op gevaar van eigen leven, of op zijn minst op gevaar van het eigen sociale statuut, probeerde een andere stem te laten klinken. Ja. En in dat opzicht was het echt een vorm van waarheidspreken, wetenschap in het begin. Een vorm van waarheidspreken die enorme successen boekte en die van daaruit, vanuit die successen, het dominante discours werd. Het discours van de meerderheid. En van zodra dat gebeurt, van zodra een discours geloofd wordt door de meerderheid, van zodra een discours succes geeft bij een meerderheid, gebeurt er meestal bijna onveranderlijk iets typisch. Dat discours wordt geperverteerd. Het verliest zijn kwaliteiten van waarheidspreken, het wordt bedriegelijk, het wordt een vorm van schijn en een vorm van bedrog.
Dat is een traject dat quasi elk discours aflegt dat dominant wordt. Het religieuze discours wordt oorspronkelijk ook een open discours, een vruchtbaar discours, maar van zodra het discours van de meerderheid werd, werd het een vorm van hypocrisie, dogma en blinde overtuiging. Het heeft mij een tijdje geduurd, het heeft geduurd tot het schrijven van dit boek, voor ik begreep wat er daar eigenlijk aan de hand is. Waarom het zo is, dat een discours dat verandert van een discours van een minderheid naar een discours van een meerderheid, quasi altijd zijn kenmerken van waarheid spreken verliest. Dat fenomeen werd al beschreven door de oude Grieken, was zeer goed gekend, dat een discours dat dominant werd, quasi altijd bedriegelijk werd. En ik denk uiteindelijk dat de verklaring heel eenvoudig is. Van zodra een discours geloofd wordt door de meerderheid, aangehangen wordt door de meerderheid, wordt het instrument bij uitstek om de maatschappij mee te manipuleren, om succes mee te halen, om er geld mee te verdienen, enzovoort enzovoort. Dus het discours wordt niet meer gesproken puur uit waarheidsliefde, of omdat men denkt dat het een oprecht discours is. Het discours wordt gesproken om een ander doel mee te bereiken. Het wordt gesproken om te manipuleren en een bepaalde invloed te verwerven. En zo verliest het langzaam elke oprechte kwaliteit. Ja. En krijg je dus een discours dat inderdaad, waarvan uiteindelijk quasi iedereen begint te weten dat het niet klopt, maar waar weinigen durven tegenin gaan. Ja. En dat is precies wat er nodig is. Als een discours dominant wordt, voel je meestal na verloop van tijd dat er iets niet aan klopt, dat het absurd wordt. En dan, dat ook dat wisten de oude Grieken al, en ook de oude Joodse beschaving en vele andere oude beschavingen, als er op dat moment geen mensen opstaan die hun stem laten klinken en het refrein, de resonantie van dat dominante discours doorbreken, kan de maatschappij niet blijven bestaan, of op zijn minst wordt ze uitermate destructief. Hmm. En dat is het punt dat we al een tijdje bereikt hadden met het wetenschappelijke discours. Ja. In de coronacrisis kwam dat helemaal naar de oppervlakte, maar het probleem bestond al veel langer. Het probleem, sedert 2005 was het algemeen geweten dat een enorm percentage van de wetenschappelijke studies bijvoorbeeld eigenlijk op niets slaan. In de medische wetenschappen bijvoorbeeld was 85% van de studies volledig verkeerd. Waarom? Waarom? Omdat, dat is een goede vraag. Dus het krioelde van de fouten in medische studies. De besluitvorming bleek zeer vaak geforceerd in een bepaalde richting. En in een jammerlijk groot aantal gevallen waren de studies ook volledig gefraudeerd. Ja. Dus, wat zou de drijfveer erachter geweest zijn? Waarom lieten wetenschappers zich voor het karretje spannen? Ja, wat is de drijfveer erachter? Dat is een vraag die je enkel genuanceerd kan beantwoorden. Ik denk dat het aandeel van de regelrechte bewuste fraude relatief beperkt was. Ze was niet zeldzaam, maar relatief beperkt. Want ik werk al hoe lang werk ik nu in de universitaire wereld? Veel langer. 19 jaar. Ik werk 19 jaar als onderzoeker aan de universiteit. Uh-huh. En ik kan u garanderen, de meeste mensen plegen niet bewust fraude, de meeste onderzoekers. Hun studies slaan op niets, maar op een of andere manier is er iets. Ik heb daar een deel van mijn leven aan gewijd en ik heb er ook een boekje over geschreven om u de graad van de absurditeit te tonen. Die veel onderzoek haalt, maar het was zeker zo slecht als in de coronacrisis. Hè. Dus het was verschrikkelijk, de graad van absurditeit in onderzoek. En tot mijn grote verbazing, ik toonde dat dus zwart op wit aan, werkelijk met voorbeelden waarvan een kind kon zien dat de redeneringen in onderzoek en ook de ganse studies eigenlijk op niets sloegen en ook op niets konden slaan. En tot mijn grote verbazing, in plaats van dat boekje ogen opende, probeerde men het te verbieden. En ik zag tot mijn verbijstering hoe uiterst intelligente mensen die ik confronteerde met mijn voorbeelden er niet in slaagden om toe te geven dat ze verkeerd waren en ook kwaad werden. En nooit hun traject of hun onderzoek geenszins bijstuurden. En vanaf dan, toen al, begon ik te beseffen dat de meest interessante vraag was hoe een dergelijke graad van blindheid kon bestaan bij intelligente mensen. En dat is ook de vraag die ik in de coronacrisis mij meermaals gesteld heb en daar op een voor mezelf meer bevredigende manier beantwoord heb dan tevoren. Ja, en wat kun je aangeven wat daar dan, zeg maar, de kern... Oh ja, ik heb dat al in 100 of 200 podcasts gedaan.
Ik ga het niet gedetailleerd herhalen, maar het is inderdaad het fenomeen massavorming, zoals het al 200 jaar bestudeerd wordt, gaat precies daarover. Ja. Dat is precies waar de mensen die massavorming onderzochten, zoals Gustave Le Bon, die zeker de grondlegger was, dan Freud, McDougall, Canetti, zich altijd over gebogen hebben. Over die vraag van hoe is het mogelijk dat een bijna radicale blindheid zich van de mens meester maakt, van zodra hij gegrepen wordt in een fenomeen van massavorming. Ja. En dus, ja, je kan het heel kernachtig samenvatten. Hè. Een massa rijst op in een maatschappij, of massavorming is sterker in een maatschappij. Dus massavorming is een typische groepsvorming die sterker wordt in een maatschappij, naar gelanger meer sociaal geïsoleerde individuen zijn. Hmm. En als een mens sociaal geïsoleerd voelt, als de band met de ander afsterft of grotendeels wegvalt, gaat hij typisch het leven als zinloos ervaren, hij gaat een gebrek aan zinverlening ervaren, en daarnaast nog iets zeer belangrijks, hij gaat geconfronteerd worden met een aantal negatieve affecten, zoals angst, frustratie en agressie, die vrij rondzweven, en dat is van cruciaal belang. Dus een mens die zich sociaal geïsoleerd voelt en ervaringen van zinloosheid geeft, voelt zich bang, gefrustreerd en agressief, zonder te weten waarom hij zich bang, gefrustreerd en agressief voelt. En die toestand kan je vergelijken met een soort atmosfeer waar er een grote hoeveelheid elektrostatische lading in de lucht hangt die aan niets gebonden is. En dan kan er iets zeer typisch gebeuren. Als er onder die omstandigheden een verhaal verspreid wordt in de massamedia dat een object van angst aanduidt en een strategie om met dat object van angst om te gaan, koppelt al die negatieve energie zich eensklaps aan dat ene object van angst, ontstaat er een enorm draagvlak om mee te gaan in de strategie om te gaan met het object van angst. En vervolgens ontstaat er iets typisch, een nieuw soort sociale band. Mensen voelen zich terug verbonden in de heroïsche strijd met het object van de angst. En krijgen een perspectief om alle frustratie en agressie af te reageren op de groep die niet meedoet met de massa. Dus dat is het basismechanisme waarin je al onmiddellijk kan zien dat de reden waarom mensen meegaan in het verhaal niet is omdat het verhaal juist is. Men gaat mee omdat het tot die nieuwe sociale band leidt. Net zoals voetbalsupporters in een stadion allemaal samen een lied zingen, niet omdat ze het zo mooi vinden, maar omdat dat lied hen verbindt en een soort overweldigend gevoel geeft van resonantie, ja, van samen iets te zingen. Ja. Dus daar zit de clue van de zaak. Ja. Men volgt het verhaal niet omdat het juist is, men volgt het verhaal omdat het een band schept. Ja. En zelfs een stap verder, hoe absurder het verhaal is, en hoe absurder de maatregelen, hoe meer het in aanmerking komt om tot die nieuwe band te leiden. Omdat het duidelijk wordt op dat moment dat de reden waarom men samen het verhaal volgt, gewoon is omdat men graag samen iets wil doen. Ja. Dus daar zit de kern van de zaak. Ja, ja. En het nieuwe soort sociale band, en daar zit het grote probleem. Ja, ja. Op zichzelf zou je kunnen zeggen, ja, wat is het probleem? Mensen voelden zich geïsoleerd, en nu voelen ze zich terug samen. Ja, maar er is wel degelijk een probleem. Ja. Er zijn er twee. Het eerste is dat de nieuwe sociale band heel specifiek van aard is. Dus de nieuwe sociale band is nooit een band tussen individuen. Het is altijd een band van elk individu afzonderlijk met het collectief. Ja. Met andere woorden, van een individu in de massa wordt geëist dat hij zijn individuele belangen en zijn liefde voor de medemens volledig opzij zet en uit loyaliteit ten aanzien van het collectief. Dus in een massa gebeurt net als in elke groep met een sterke groepsbinding iets zeer bijzonders. Men offert de eigen belangen op voor het collectief, wordt loyaal ten opzichte van het collectief, maar de band tussen de individuen sterft af en men eindigt uiteindelijk, als een massavorming lang duurt, altijd in een paranoïde verklikkersmentaliteit. Altijd. Dat is wat gebeurde in de Sovjet-Unie, dat is wat gebeurde in Nazi-Duitsland, dat is wat er nu gebeurde in de coronacrisis, waar men eiste dat als je buurman omvergereden wordt op straat, je hem niet hielp, tenzij je toevallig een chirurgisch mondmasker en chirurgische handschoenen bij had. Letterlijk te lezen op de website van de Nederlandse overheid, de Belgische en de Europese. Ja, ja. Waarbij men eist dat je ouders die je opgevoed hebben en opgekweekt hebben, dat je die liet creveren in een woonzorgcentrum zonder hen te bezoeken, zogenaamd uit solidariteit met de ouderen. Pas op, hè. Maar zo was het. Hè. Ja, ja. Dus dat is de absurditeit Dat is een mooie illustratie inderdaad van wat je zegt. Hè. Dus mensen leggen geen verantwoording af naar elkaar, maar aan de ideologie.
Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus als je het stapsgewijs wil benoemen, dan zeg je oké, er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden, wil je tot een totalitaire samenleving komen. Het belangrijkste is massavorming en voor die massavorming is een verhaal nodig en een ideologie nodig. Ja. En ik vond het wel interessant wat je bijvoorbeeld schreef, ik heb dat hier, de laatste pagina. Het is wonderlijk als je erover nadenkt, je schrijft hier op de ene laatste pagina. Er sterven bijvoorbeeld elke dag 35.000 kinderen door de honger. En waarom brengt dit de massa niet in beroering en een virus wel? Je zou zeggen, nou ja, dat is ongeveer even erg of minstens zo erg. En als je er dan naar kijkt, dan lijkt het erop dat wat er dan ontbreekt, dat zie je trouwens niet alleen hier. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij oorlogen. Er zijn de afgelopen decennia vele oorlogen geweest waar vele burgers slachtoffer van geweest zijn. Als voorbeeld bijvoorbeeld de Irak-oorlog onder valse voorwendselen, de Weapons of Mass Destruction, waarbij onder de Iraakse bevolking burgers honderdduizenden doden zijn gevallen. Toen was er geen één inzamelingsactie, geen één steunbetuiging. En nu in Oekraïne zie je dat ineens iedereen blauw-gele vlaggetjes op zijn social media zet. Maar ik denk dat het verschil is, tenminste dat heb ik geleerd van jouw boek, dat het bij die andere situatie simpelweg aan een bruikbaar verhaal ontbrak. Een verhaal is dus meer dan alleen een omschrijving van een situatie of een gebeurtenis. Als er op het journaal komt, er overlijden iedere dag 35.000 kinderen aan de honger. Dan brengt dat de massa niet in beweging. Maar er hoort dus ook nog het is een aangeboden verhaal waar ook bij verteld wordt hoe je erop moet reageren. Ja, dat is inderdaad. Hoe je erover moet denken, maar vooral ook hoe je erover moet voelen. Het is volgens mij dat de illusie van samen voelen die uiteindelijk start maakt voor het vormen van de massa. Ja, er zijn verschillende zaken die een rol spelen, denk ik, ja. in het oprijzen van een massa. De aard van het verhaal, zeker. Er moet een duidelijk object van angst zijn, dat is een feit. En er moet inderdaad een strategie aanwezig zijn in het verhaal om met dat object van angst om te gaan. Ja. Maar er moeten vooral ook, ik denk dat de essentie daar ligt, de juiste condities moeten aanwezig zijn voor het verhaal aanpakt. Ja. Het is werkelijk als een chemisch proces. Bijvoorbeeld, er moet een bepaalde verzadiging zijn van gas in de maatschappelijke ruimte, voor de vonk van het verhaal, tot een ontvlamming kan leiden van het gas. Het is beide nodig. Het is gas en de vonk. Absoluut. En dus voor de coronacrisis was het zeer opvallend. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, waarom hebben de verhalen over de vogelgriep en zo vroeger niet tot massavorming geleid? Wel, hoogstwaarschijnlijk omdat de condities, want vanuit de massamedia werd er wel geprobeerd, denk ik. Ja? Ik denk het wel, ook vroeger al. Maar het is niet gelukt. En De graad van eenzaamheid bijvoorbeeld moet een kritische grens overschrijden voor er echt een massa tot stand komt. En die graad van eenzaamheid die was in de jaren voor de coronacrisis tot ongekende hoogten gerezen. Dus in Groot-Brittannië werd er een minister of loneliness aangesteld, omdat de eenzaamheid dat zoveel mensen rapporteerden dat ze zich diep eenzaam voelden. En Amerika ook maakte men gewacht van een epidemic of loneliness. En dus typisch, die graad van eenzaamheid is bijna perfect gecorreleerd met de graad van industrialisatie en technologiegebruik in het land. En daar kom je bij de kern van de zaak uit ongeveer. Dus de laatste 300 jaar is het fenomeen massavorming steeds intenser geworden en steeds sterker. Het duurde steeds langer. En massavorming heeft altijd bestaan, zo oud als de mensheid is, maar de laatste honderden jaren werd ze steeds sterker. Ja. Zou dat ook onder invloed van de massamedia? Absoluut. Om een massa te creëren, moet je de massa ook kunnen bereiken. Ja. Vroeger, toen mensen niet konden lezen en alleen contact hadden in hun dorp, toen was het natuurlijk wat moeilijker om een massa op de been te krijgen. De massamedia spelen een grote rol. Ten eerste, ze dragen bij aan de vereenzaming zelf. Hoe meer mensen connecteren via technologie, of hoe meer ze geabsorbeerd worden door massamedia, hoe eenzamer ze zich voelen, typisch. En in het boek geef ik verschillende voorbeelden van hoe technologie en zelfs gewoon mechanisatie van de wereld tot een afsnijden leiden van de mens van zijn omgeving. Om bijvoorbeeld maar iets te zeggen, het dragen van een simpel polsuurwerk heeft de wereld veranderd en heeft de psychologische toestand van de mens grondig veranderd in negatieve richting. Dus voor er polsuurwerken waren,
moest de mens constant, dag in dag uit, connecteren met de natuurlijke cycli rondom hem. Hij had maar één mogelijkheid om zich te refereren in de tijd en om afspraken te maken, en het was de zon volgen, de maan volgen, kijken als de dauw droog was. Hij moest de natuurlijke cycli voortdurend hij moest voortdurend connecteren met de natuurlijke cycli. Van zodra er een pulsuurwerk was, viel een groot deel van die connectie weg. De noodzaak. En mocht je, dat kan een detail lijken, maar mocht je de stroom van voorstellingen die door de menselijke geest gaan en door de psyche gaan, kunnen projecteren op een scherm, dan zul je zien dat de film van die voorstellingen wezenlijk veranderde door de introductie van een pulsuurwerk, en wel in de richting dat de menselijke geest losgemaakt werd van zijn omgeving. En hetzelfde geldt a fortiori voor het gebruik van gsm's, het gebruik van navigatietoestellen. Formidabel. Ik moest op 30 december, geloof ik, had ik in Leiden, in de Nieuwe Wereld, een interview gegeven. En reed ik van Leiden naar een vakantiehuisje in de Ardennen. En ongeveer halverwege, het was een prachtige rustige nacht, voelde ik mij serieus gehinderd door het stemmetje van mijn navigatiesysteem. En ik dacht, ik zet het af, ik ken de weg ongeveer, ik rijd wel zo naar het vakantiehuis. En vanaf, het viel me enorm op, en ik heb die ervaring ook direct neergeschreven voor een volgend boek. Het staat nog niet in dat boek. Maar het viel me enorm op dat van zodra dat navigatiesysteem afgezet werd, ik onmiddellijk terug begon te denken van, oké, ik ben voorbij die stad, dan komt die stad, dan moet ik waarschijnlijk die afrit nemen. Na die weide komt er een bos en dan een straat naar links waar ik in moet. Mijn geest hechtte zich onmiddellijk terug aan de wereld rondom mij. Ik connecteerde terug met de wereld. Je kan quasi alle mechanistische en technologische uitvindingen erop naslaan. Ze hebben zonder uitzondering online gesprekken in het bijzonder. Online gesprekken disconnecteren. Ze worden aangebracht als een vorm van connectie. Maar in het boek wordt zeer grondig beschreven op welke manier ze precies zorgen dat de mensen zich gedisconnecteerd weet van de ander. Dus de totale invloed van de mechanisatie en de vertechnologisering van de wereld komt neer op een voortdurend voortschrijdende disconnectie tussen mens en zijn natuurlijke en zijn sociale omgeving. En het is dat menselijke wezen, dat niet meer resoneert met zijn omgeving, dat zich op die manier vereenzaamd voelt, wat Hannah Arendt het sociaal geatomiseerde subject noemt, dat vatbaar is voor massavorming, waarin ze plots vanuit die toestand van volledig isolement naar maximale connectie gaan die er in een massa bestaat. Dus men switcht plots van de ene naar de andere kant. Het is een latent verlangen dat ineens een handvat krijgt. Ja, het is een soort geaccumuleerde nood. Het is een soort geïsoleerd wezen dat inderdaad smacht naar in één sprong naar de absolute verbinding wil gaan, en dat in die sprong in de diepte springt. Want precies, in de oplossingspoging van de massavorming is absoluut symptomatisch in dat opzicht dat ze tot een connectie leidt, maar enkel met de groep, en dat de connecties tussen individuen steeds slechter worden. Ja. En dus daaruit krijg je inderdaad, dus je hebt dat spoor, sedert de verlichting, zijn er steeds meer mensen die op die manier gedisconnecteerd worden. En terzelfde tijd heb je de ontwikkeling van de massamedia door de vooruitgang van de technologie en de waardoor het ook gemakkelijker wordt om zo'n strategisch uitgekiend verhaal op een strategisch uitgekiend moment te lanceren. Ja, inderdaad, want zonder massamedia kan je geen langdurige massavorming hebben. Nee. Dus je kan, massavorming duurt nooit zo lang, blijft nooit duren zonder massamedia. Met de massamedia kan dat perfect. En ondertussen, ja, massamedia, de mogelijkheden die een klein aantal mensen nu in handen hebben om hun verhaal op te dringen op de meest subtiele manieren, zijn quasi onbeperkt, groter dan ooit tevoren. En dat is inderdaad, dat is een van de voorwaarden om een massavorming zo lang te laten duren dat er een totalitair systeem uit ontstaat. Ja, je zou dan ook kunnen zeggen dat, je geeft eigenlijk in je boek aan dat degenen die zich dan opwerpen als totalitaire leiders, en er zijn altijd mensen die zo'n positie wel ambiëren, dat die vooral gedreven worden door een vorm van opportunisme. Nee, dat zei ik niet. Oh. Nee, volgens dan heb ik dat niet verkeerd begrepen, ja. Matthias. Je schrijft van, dat zijn wetenschappers die eigenlijk een beetje aan lage wal geraakt zijn, maar die nou zich weer kunnen laten gelden. Politici die het eigenlijk niet meer precies weten en nu ineens een mogelijkheid krijgen.
Dat bedoel ik eigenlijk met een vorm van opportunisme. Ja. Je zou het ook andersom kunnen bekijken. Je zou kunnen zeggen van nou er zijn in de loop van onze geschiedenis de hang naar macht en zeker naar totalitaire macht is wel een rode draad. Hè. Dat is iets wat we eigenlijk niet kunnen negeren. Zou zo'n proces, zo'n stappenproces, hè, eerst de vereenzaming en het atomiseren zoals je het noemt, vervolgens de vonk die daarbij nodig is, om tot massavorming te komen en dat proces tot aan de installatie van de totalitaire samenleving, zou dat ook strategisch kunnen worden ingezet? Ja, dat wordt het ook, denk ik. Ja. Dus ik maar dat het volledig planmatig is, zeg maar. Ik denk dat er... Maar daar lopen de meningen wat over uiteen, hè? Daar lopen de meningen over uiteen. Ik denk dat er ongetwijfeld de constante ontwikkeling is geweest gedurende de laatste honderden jaren van elite die planmatig in een bepaalde richting stuurde in de maatschappij. En die richting was logisch. Men stuurde in de richting van het steeds meer controle krijgen over de bevolking. Dat is iets dat zich geleidelijk aan ontwikkeld heeft via het oprijzen van een aantal instituten. Een aantal, de laatste 50, 60 jaar, een aantal globale instituten, zoals het WHO en het World Economic Forum en zo. Ja. Die instituten zijn eigenlijk op zich producten van de mechanistische ideologie. En die instituten representeren eigenlijk een soort technisch, machinaal mens- en wereldbeeld. En proberen inderdaad planmatig, denk ik, hun invloed te vergroten en hun greep op de bevolking te verstevigen. En de maatschappij te sturen in de richting van een soort mechanistisch-utopische samenleving die nu in zijn meest recente vorm de transhumanistische maatschappij is, waarin men de wereld en de samenleving wil veranderen in een zogenaamde internet of bodies. Ik weet niet of jullie vertrouwd zijn met dat idee. En dus, het komt ongeveer hierop neer dat men alle heil verwacht van het verzadigen van de lichamen van chips en alle soorten nanodeeltjes om vervolgens iedereen te monitoren via een krachtig internet. De enorme voordelen daarvan gaan zijn dat we een paar dagen vroeger kunnen voorspellen of kunnen zeggen dat je kanker hebt en dan waarschijnlijk besluit dat men er eigenlijk niets kan aan doen of dat de kanker zelfs veroorzaakt is door het systeem. Dat zou kunnen zijn. Maar dat is de ultieme mechanistische utopie. Ja. Die utopie bestond eigenlijk al van in het begin van de verlichtingstraditie, maar ze heeft wat andere gedaanten aangekregen. Dus die draad, of dat aspect, is altijd aanwezig en kan, denk ik, niet miskend worden. Nee. Maar, er is een maar aan. Okay. Ik denk dat de essentie van de zaak niet daar ligt. Ik denk dat de essentie van de zaak eerder ligt in de massa die altijd in de greep is van die ideologie. De bevolking is van in het begin van de opkomst van de mechanistische ideologie enorm gegrepen door die ideologie en is daar op een bepaalde manier enorm door verblind en enorm ver in meegegaan. Volgens een onwaarschijnlijk eenvoudig mechanisme waar ik ook gevoelig aan ben. De mechanistische ideologie belooft altijd gemak op korte termijn. Ze lijkt het leven op korte termijn altijd gemakkelijker te maken. En ondertussen sluiks, in de marge, zonder dat men het opmerkt, eist ze een enorme tol op menselijk vlak op langere termijn. Je kan dat op alle mogelijke manieren aantonen. Neem het overschakelen van fysiek lesgeven, wat nu massaal gebeurt, naar online lesgeven. Op het eerste zicht is dat alleen maar gemakkelijk. Je kan van thuis, als lesgever bijvoorbeeld, je kan van thuis het lesgeven, je hoeft je nauwelijks nog aan te kleden, of toch niet meer op dezelfde manier. je hoeft je huis niet uit te komen. Je kan gewoon 5 minuten voor de les start achter je computer plaatsnemen. Het heeft alleen maar voordelen op het eerste zicht. Gemak. Als je dan, gemak. Maar als je dan kijkt naar hoe je je voelt als je 8 uur online hebt lesgegeven, dan voel je je op menselijk vlak uitgeput en een wrak. En, dat is iets wat ik in mijn boek uitgebreid ter sprake breng, wat er gebeurt in een online lesgeven, in een online gesprek, is dat het wezenlijke, de diepst menselijke dimensie van het spreken, gewoon vernietigd wordt. Ja. Ik ga er niet in detail op ingaan. Maar je ziet dat inderdaad in een gewoon gesprek. Ja. Reageren mensen bijvoorbeeld onwaarschijnlijk snel op elkaar. Op minder dan 0,2 seconden neemt de ene persoon over van de andere als die andere stopt met spreken.
Reactiesnelheid in het verkeer gemiddeld 1 seconde, 5 maal langer. Dus in een gewoon gesprek zijn mensen op een onwaarschijnlijk directe manier met elkaar verbonden. En dat komt omdat hun lichamen constant met elkaar resoneren. Als je met iemand spreekt, dan spiegelt je eigen spierstelsel voortdurend het spierstelsel van de andere. Kan je daardoor volmaakt inschatten, onbewust, hoe de ervaringswereld van de ander aanvoelt. En kan je perfect voorspellen wanneer de ander gaat stoppen met spreken, zelfs als hij dat doet midden in een zin. Dat is spectaculair. Ook dan is die snelle reactietijd daar. Wel, die voortdurende resonantie van de twee lichamen met elkaar is niet meer aanwezig in een online gesprek. Wordt verbroken, is niet meer aanwezig. Dus de meest diep menselijke behoefte die er bestaat, is het van tijd tot tijd resoneren met andere mensen. En die wordt kapot gemaakt door het fenomeen van de digitalisering van gesprekken. Dat is maar één voorbeeld van hoe technologie iets doorbreekt van de resonantie. Waarom vertel ik dat? Er zit altijd een moment in mijn betoog waarin ik voortdurend vergeet waarom ik de dingen vertel. Welke vraag had je nu weer gesteld? Ik weet het ook niet meer precies, maar, ik herken dat wel. Ik bedoel, je ziet dat argumenten als gemak en veiligheid... Ja, inderdaad. Inderdaad, gemak en veiligheid zijn altijd hele sterk aantrekkelijke argumenten. Ja. Lijken het in ieder geval in eerste instantie. Ja. En ik zie ook wel dat die ook wel strategisch misbruikt worden om mensen te verleiden. Tuurlijk, ja. Inderdaad, maar dat is het punt. De bevolking is enorm gegrepen in die mechanistische ideologie. Ja. Omwille van het gemak op korte termijn. Ja. En zo verliest ze uit het oog dat er een wezenlijke verarming gebeurt van de menselijke relaties op langere termijn door die ideologie. Ja. En daar zit de essentie van de zaak. En daar zit het verschil bijvoorbeeld tussen een totalitair systeem en een dictatuur. Ja. In een dictatuur is het psychische mechanisme uitermate eenvoudig. De bevolking is bang van het agressieve potentieel van een dictator, maar ze is niet gegrepen in een fanatiek geloof, in een bepaalde ideologie. Ze weten dat het niet klopt. Ze weten dat het niet klopt, maar ze zijn gewoon bang van de dictator. In een totalitair systeem heb je een bevolking die fanatiek in een verhaal gelooft. Kan het coronaverhaal zijn, maar het onderliggende verhaal van elk totalitair systeem is altijd uiteindelijk de mechanistische wetenschap. Altijd. Elk totalitair systeem is daarop gebaseerd. Dus het probleem zit hem daarin, als je gelooft dat de kern van het probleem in de elite zit, mocht dat zo zijn, dan zou het uitschakelen van de elite of een deel van de elite moeten leiden tot de val van een totalitair systeem. En dat gebeurt nooit. Nee. In een totalitair systeem mag je de leiders uitschakelen, ze zullen onmiddellijk vervangen worden door nieuwe leiders. In een dictatuur is dat anders. Ja. Als je in een dictatuur een deel van het dictatoriale systeem uitschakelt, valt de dictatuur meestal. Ja. Dus in een totalitair systeem zit de essentie van de zaak, het probleem zit voor een deel in de elite, maar het grootste deel zit in de bevolking en nog beter... in de kern van de zaak zit het probleem hem in een bepaald mens- en wereldbeeld en in een bepaalde manier van denken. Ja. Dus net tot zolang het mechanistische denken niet vervangen is, het mechanistische mens- en wereldbeeld niet vervangen is door een ander mens- en wereldbeeld, gaat totalitarisme telkens opnieuw oprijzen. Onvermijdbaar. Ja. Dus het Stalinisme, nazisme, doet er niet toe. Die systemen mogen vallen als de mechanistische ideologie blijft greep hebben op de bevolking, is het wachten tot een nieuw totalitair systeem. Hannah Arendt zei dat al in 1951, maar niet met zoveel woorden. Ze wees er gewoon op. Ze zei van, nazisme, Stalinisme zijn gevallen, maar de grondstroom van totalitarisme is niet gevallen, gaat door. Dus we gaan geconfronteerd worden met een nieuw totalitair systeem. En zij wist toen al, en deze keer zei ze, zal het een technocratisch totalitair systeem worden. Geleid door saaie bureaucraten en technocraten, en niet door sappige bendeleiders, genre staan en wat ook hebben. Overigens veel handiger is eigenlijk om het lang in stand te houden. Want er is veel minder een object van opstand. En ook minder een object van tegenstand. We hebben natuurlijk in het verleden totalitaire regimes gezien die beperkt waren in land of regio of religie of noem maar op. En waarbij een deel van de wereld nog als redder kon instappen. Op dit moment lijkt de hele wereld gegrepen. Ik zelf vind dat zorgelijk. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Ja, we maken voor het eerst in de geschiedenis een wereldwijde massavorming mee. Dat wil zeggen, voor het eerst in de geschiedenis is de wereldbevolking samen helemaal gegrepen, of een groot deel ervan, in hetzelfde verhaal. En is er dominant dus verhaal in ieder geval. In hetzelfde dominante verhaal. En is er dus een wereldwijde massa. En
zien we ook het oprijzen van een wereldwijde ideologie en een wereldwijd systeem, geleid door wereldwijde instituties, globale instituten. Dus effectief, we gaan recht naar de opkomst van een wereldwijd totalitair systeem, mm-hmm. dat dus geen externe vijand meer heeft. Ja, dus dat is zeker niet iets om ons meer zorgen over te maken dan mochten we te maken hebben met een lokaal totalitair systeem, denk ik. Okay. Nee. Het verandert gewoon de strategische aanwijzingen. Dus de strategie die gevolgd wordt, moet anders zijn. Ja. Een externe vijand kan een totalitair systeem op de knieën dwingen met geweld. Een interne vijand mag nooit geweld gebruiken. Het heeft totaal geen zin. Mm-hmm. Het verzet dat van binnenuit een totalitair systeem gepleegd wordt of geactiveerd wordt, moet altijd de principes van geweldloos verzet hanteren. En mag vooral één cruciale fout niet maken. Dus de allerbelangrijkste tactische richtlijn is dat het verzet nooit volledig ondergronds mag gaan, maar altijd moet blijven spreken in de publieke ruimte. Dat is, als je de psychologie van totalitarisme begrijpt, is het zo logisch als iets. En daar hangt alles van af. Ik denk, van de correcte psychologische analyse hangt af of de groep die niet meedoet zal vernietigd worden, dan wel op termijn gewoon de maatschappij gaat overnemen. Daar geloof ik ten volle in. Waarom moet die groep blijven spreken, onder andere? Simpelweg. Als je met een dictatuur te maken hebt, opnieuw, kan het succesvol zijn en kan het zelfs ten zeerste aangeraden zijn om op een bepaald moment ondergronds te gaan. De dictator gebruikt geweld. De dictator zijn principe is gebaseerd op het ontplooien van zijn agressieve potentieel. En weet dat hij daardoor de bevolking in zijn macht heeft en zal inderdaad niet aarzelen om van zodra hij een bepaalde graad van macht heeft, het verzet uit te schakelen. De bevolking is niet onder hypnose, dus zal niet hetzelfde effect ondergaan van het spreken van de tegenpartij. Alles wijst erop dat bij een dictatuur het aangeraden is om op een bepaald moment ondergronds te gaan en ondergronds verzet te doen. Met zelfbescherming. Nu, als je hetzelfde doet bij de opkomst van een totalitair systeem, teken je je eigen doodsvonnis. En dat komt eenvoudig weg omdat een totalitair systeem gebaseerd is op die massahypnose, dus massavorming, die altijd technisch-psychologisch gezien een vorm van massahypnose is. Massahypnose komt tot stand door de stem, dus door de stem van bepaalde menners van de massa, van bepaalde leiders. Vandaar dat elke totalitaire leider altijd zijn dag begint met een half uur propaganda of indoctrinatie. Dus letterlijk, omdat de bevolking in de greep is van de resonantie van een stem. Dat betekent dat ook het omgekeerde geldt. Die massahypnose wordt gestoord, verstoord, door het klinken van een alternatieve stem. Die alternatieve stem, die dissonante stem, zorgt dat de massahypnose minder diep wordt. Ze slaagt er nooit in om de massahypnose ongedaan te maken. Dat is quasi onmogelijk. Maar ze slaagt er absoluut in, dat werd al opgemerkt vanaf de 19e eeuw, om de hypnose minder diep te maken. En te vermijden dat ze dat dramatische punt bereikt, waarop de massa gruwelijkheden begint te plegen. Typisch alsof het een heilige plicht is. Dat is een logisch eindpunt van het fenomeen van massavorming. Massavorming vertrekt vanuit een enorm potentieel aan angst, frustratie en agressie en ze tendeert er altijd toe, bij ongeveer 30% van de mensen, om alle frustratie en agressie te beginnen uitleven op de mensen die niet meegaan in de massavorming. En ze doet dat typisch, alsof het een heilige plicht is, omdat binnen die logica van de massa men ervan overtuigd is dat wie niet meedoet, geen burgerzin heeft, geen solidariteit vertoont, eigenlijk een egoïstische onmens is. Je ziet ook dat in zo'n proces van massavorming uiteindelijk ook de intrinsieke ethiek, de ethiek vanuit het geweten, verdwijnt, of beter gezegd ingeruild wordt, voor iets anders, namelijk voor deugdzaamheid aan de ideologie. Ja, absoluut. En dat betekent dat, dat het een soort nep-ethiek wordt, die voorwaardelijk is aan de ideologie. Mm. Het is dus geen principe meer. Omdat de ideologie zelf ook geen principe is en voortdurend variabel is. Je merkt dat nu al. Hè? Ik bedoel, voortdurend wordt het bijgesteld als het strategisch uitkomt. Ik vind jou ook een mooi voorbeeld geven van Stalin-Rusland, bijvoorbeeld. Hè? Ik bedoel, in eerste instantie de Russische revolutie kwam tot stand om de boeren te bevrijden van het juk van de Russische aristocratie.
En uiteindelijk heeft diezelfde ideologie geleid tot genocide op die boeren. Hè? Omdat ze niet meer pasten in de veranderde ideologie, want ze werden aangemerkt als kleine ondernemers. Je ziet dat dat voortdurend verandert, maar als er dus geen intrinsieke ethiek meer bestaat, geen gewetensethiek meer bestaat, en als die ingeruild wordt voor deugdzaamheid aan een ideologie die van zichzelf ook ethiekloos is, dan kan het eigenlijk niet anders dan eindigen in kwaadaardigheid. En kwaadaardigheid is eigenlijk niks anders dan de afwezigheid van moraliteit en ethiek. Ja, dat klopt. Dat klopt. En die weg is inderdaad een soort principe-gestuurd leven en een ethiek-gestuurd leven wordt vervangen door het volgen, het genadeloos volgen van een absurde logica. Ja. Als de IC's vol liggen, dan moet de maatschappij op slot, moeten de ouderen alleen sterven, moeten zwangere vrouwen bevallen met een mondmasker, mogen ze hun baby niet meer vasthouden, mag je je buurman niet meer helpen. Ja. Hannah Arendt zegt ervan, ze zegt dat zeer treffend, ze zegt in een totalitaire systeem is het zo dat van zodra je A zegt, je door moet gaan tot het einde van het dodelijke alfabet, zegt hij. Ja, dus, zeker. Dat is de typische. Ik vond een mooi voorbeeld, was afgelopen jaar een interview met Ab Osterhaus, dat is een van de dierenartsen, virologen hier, die in een interview zei van, en eigenlijk met spijt in zijn ogen zei, hij zegt, ja, weet je, ik ben eigenlijk dierenarts, en als we zo'n epidemie hebben bij dieren, ja, dan lossen we dat gewoon op, dan zijn we veel rigoureuzer. Maar ja, dat kunnen we bij mensen, en daar zijn we nog net niet bij helaas, maar dat kunnen we bij mensen niet doen. Ja, inderdaad. Het is straf, het is inderdaad het genadeloos, het opleggen van een soort absurde logica. Vanuit zijn logica is het nog wel begrijpelijk, het ontbreekt dus aan een ethische basis, aan een ethische principe, wat dus kennelijk voor ons mensen van absoluut belang is, willen we elkaar niet vernietigen. Inderdaad. En de vraag is inderdaad van wat zorgt ervoor dat, welk proces zorgt ervoor dat mensen zo over alle ethische grenzen heen gedreven worden. En dat is inderdaad, dan kom je uit, het proces dat ervoor zorgt, is die vorm van hypnose. Ja. En die kan alleen maar gelimiteerd worden door mensen die blijven spreken, die een alternatieve stem blijven laten klinken. Historisch is het overduidelijk. In 1930 stopte de oppositie met spreken in de Sovjet-Unie en het werd op de kortste keren een waar bloedbad. In 1935 stopte de oppositie met spreken in Nazi-Duitsland. Ze gingen ondergronds, ze redeneerden met andere woorden alsof ze met een klassieke dictatuur te maken hadden en verloren uit het hoofd dat ze met een totalitair systeem te maken hadden. Ja. En ze werden op de kortste keren vernietigd en na hen talloze andere groepen. Dus daar zit de clou van de zaak. Je moet blijven spreken en je zal daarmee een effect hebben, zowel op de bevolking als op de leiders. Want de leider van het totalitaire systeem is nog dieper in hypnose dan de bevolking. Maar de leider van het totalitaire systeem gelooft 100% fanatiek in zijn ideologie, in dit geval het transhumanisme, de technocratische oplossing, maar hij gelooft meestal niets van zijn verhaal. Ja. Zijn verhaal is louter een instrument om de bevolking te manipuleren, te drijven in de richting van het realiseren van zijn ideologie. Van het ombouwen van de maatschappij in de richting van zijn eigen ideologische fictie. Ja, dus wat jij retoriek noemt. Holle retoriek. Retoriek is een poging om bij een ander een denkbeeld te implanteren zonder dat je zelf dat je het zelf gelooft. Ja. En dat is dus tegengesteld aan waarheid spreken. Ik vind de definitie die je gebruikt in je boek ook erg mooi, waarheid spreken. Je noemt het iemand die zijn subjectieve waarheid vertelt, maar die daar dus oprecht in is. Ja. Dat wil zeggen dat wat iemand vertelt misschien het onderwerp wat hij bespreekt niet per se waar hoeft te zijn, maar hij laat de waarheid over zichzelf zien. Inderdaad. Jij ziet ook waarheid spreken, om maar even een stapje te nemen richting een mogelijke keerpunt. Je zegt de nieuwe samenleving, we moeten naar een nieuwe samenleving toe. Als we dit niet stoppen, dan eindigt het gegarandeerd in destructie. Omdat totalitaire samenlevingen, in dit geval een wereldwijd wijde totalitaire samenleving, zichzelf altijd vernietigt. Dus het zou wel fijn zijn als we dat voor de totale vernietiging nog een draai kunnen geven. Daar ga ik mee akkoord in. Ja, ik zou dat op prijs stellen. En je zegt, daarvoor moeten we naar een andere manier van denken en ook een andere manier van doen. En een van de belangrijkste pijlers die we daarbij nodig hebben is herwaarderen van waarheid spreken. Ja.
Ja, dat denk ik echt. Dus ja. Ja, inderdaad. Dus dat punt van radicale destructie moet vermeden worden. En daarvoor moeten we zorgen dat we inderdaad deze keer iets leren uit de geschiedenis. Dus in het begin van de 20e eeuw had men geen enkele ervaring met totalitaire systemen. Ze bestonden simpelweg niet, hadden nog nooit bestaan. Nu hebben we er wel enige ervaring mee. En we moeten zorgen dat Hegel geen gelijk kreeg. Hegel zei, de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niets leert, zei. Dat hoeft niet zo te zijn. We kunnen er wel iets uit leren. En het eerste punt is dat we moeten geleerd hebben dat we moeten blijven spreken. En daardoor gaan we... Denk je dat we de mogelijkheid blijven houden om te spreken? Men gaat dat zeker op alle mogelijke manieren proberen verhinderen. Dus men gaat hoogstwaarschijnlijk zal de toegang tot internet en zo afhankelijk gemaakt worden van het al dan niet bezitten van een of ander elektronisch of digitaal paspoort of een QR-code dus noods, maar het zal wel dat Europese digitale paspoort worden. Mm-hmm. Dus men zal ons wel de mond proberen snoeren, maar we moeten ons daar niet bij neerleggen, denk ik. Dus spreken kan je op talloze manieren en we moeten het blijven doen. Mm-hmm. Voor onszelf en voor de anderen. Mm-hmm. Ik denk dat... Ik ben in het begin van deze crisis, van de eerste week, intuïtief beginnen spreken. Ik had het gevoel van dat als ik dan niet sprak, of als ik nu niet sprak, dat ik het dan nooit zou moeten doen. En ik heb op talloze manieren ervaren dat het precies dat spreken is, dat een schijnbaar absurde toestand omkeert in een zinvolle toestand. Van zodra je de moeite doet om te blijven spreken, ook onder grote weerstand, voel je dat in dat proces van blijven spreken, u blijven uitspreken tegen een dominant verhaal, je als mens zelf getransformeerd wordt. Je voelt dat je een weg begint af te leggen als mens. En precies dat is de grotere, mocht je dit proces van op wat meer afstand bekijken, zou je zien dat dat de werkelijke zin is. Er is een groep mensen die weigert om op te gaan in de massa, om zich te conformeren. Die groep mensen komt onder een enorme druk, en door die druk wordt hij in een richting gedreven waar hij nooit zo naartoe gaat, zonder die druk en zonder de crisis. En daarom, ik zeg altijd, mocht deze crisis er niet zijn, zouden we hem moeten uitvinden. En hij mag zeker niet te vroeg stoppen, of we zitten gewoon allemaal weer in de zetel voor de televisie met een zak chips. Je ziet dat ook heel duidelijk, toch? Je beschrijft het zelf ook in je boek. Hè? Je ziet onder de groep die zich niet wil laten meeslepen door die massavorming, zie je ten eerste meer diversiteit, wat logisch is. Mm-hmm. Maar je ziet ook een drijfveer om zichzelf te verdiepen in zaken, om zichzelf te verheffen. Zeg maar. Dat zijn bijvoorbeeld de mensen die jouw boek kopen. Jouw boek staat op dit moment op nummer 1 in België, geloof ik. Ik heb gehoord dat hij op nummer 1 staat, maar de nieuwe lijst moet nog uitkomen. Oh, oké. Ik hoop dat men die lijst durft uitbrengen, want het zou de eerste keer zijn dat hij onder de aandacht van de mainstream media gebracht wordt. Er is nog geen woord over gezegd dan. Maar het is wel typerend voor deze groep, hè? Voor de groep die zich dus wil verdiepen, die zich wil uitspreken en die zelf zoekt naar de input en de informatie die ze nodig heeft. Mm-hmm. Ja. Dus er zit ook een soort autonome aandrijving in. Inderdaad, ja. Ja, absoluut. En hier in Nederland gebeurt hetzelfde met het boek van Thierry Baudet bijvoorbeeld. Hè. Overal vanuit de media geweerd. En zelfs bol.com wilde het niet verkopen. Daar zijn ze heel snel op teruggekomen toen het ook op nummer 1 op de bestsellerlijst terecht kwam. Want ja, toen viel er natuurlijk toch wat meer aan te verdienen. Maar je ziet wel dat die twee groepen, de groep die gevoelig is voor die massavorming en de groep die zich tegen verzet, heel andere kenmerken heeft. Mm. Is dat iets wat je ook eens verder is opgevallen? Ja, dat is inderdaad een gekend fenomeen ook. Hè. Dus telkens er zich een massa vormt, is er een groep die er niet aan ten prooi valt, of op zijn minst die er niet in meegaat in de massavorming. En die groep die niet meegaat, is altijd uitermate divers, komt uit alle hoeken van de samenleving, kan men zeer moeilijk definiëren, dus dat werd onder andere heel uitgebreid beschreven naar aanleiding van de grootschalige massavorming ten tijde van de Dreyfus-affaire in Frankrijk. Toen waren er ook al een aantal onderzoekers die opmerkten dat de groep die dus niet ten prooi viel aan de antisemitische massavorming rond de Dreyfus-figuur, dat die eigenlijk overal vandaan kwam. En ik herinner me een citaat van een schrijver die zei, die groep is ondefinieerbaar. Hij bestaat uit mannen, vrouwen, van alle soorten sociale klassen en standen, van alle soorten beroepen, alle soorten opleidingsniveaus. Wel altijd minder hoogopgeleiden, dat is opvallend. Dus de hoogopgeleiden vallen gemakkelijker ten prooi aan massavorming. Ja. Maar men kan die groep niet definiëren. Maar, zei die schrijver, die groep vormt het kruim van de democratie.
Cassise heen. En hij zei, die groep gaat terug verdwijnen na de Dreyfus-affaire. Maar als het nodig is, zei, zal hij opnieuw opstaan. Hmm. En dat is een ik vond dat een mooie uitspraak. Maar effectief, het is zeer moeilijk. Ik denk wel, het hoogstwaarschijnlijk betreft het een groep die in zijn leven regelmatig al voor waarheid spreken gekozen heeft. Hmm. Dus je ziet eigenlijk de keuze tussen meegaan in het discours, in het dominante discours van de maatschappij, ofwel op de gepaste momenten ingaan tegen dat dominante discours en een alternatieve stem laten klinken, waar dan ook, hoe dan ook, op welke manier dan ook, dat is eigenlijk zeker, uit psychologisch opzicht, is dat de meest fundamentele keuze die een mens kan maken. Dat merk je ook. Is de meest fundamentele keuze, spreken of meegaan in het dominante discours. Nou ja, te meer ook omdat op een gegeven moment in dat dominante discours de waarheid er niet meer toe doet. Mm. Zoals je zelf ook al zegt, de inhoud van het verhaal doet er niet meer toe. Het gaat alleen om het effect, zeg maar. En of het waar is of niet, doet er niet toe. Dus wil je daarin meegaan, mag je eigenlijk al niet te veel waarde hechten aan het begrip waarheid. Mm. En ik denk dat dat vooral een ethische overweging is. Mm. Je geeft zelf ook al aan de flaptekst hier aan van we zullen nieuwe principes moeten formuleren. Mm. Nou, waarheid hebben we het natuurlijk over gehad. We hebben ook gezien dat de mechanistische wetenschap, het mechanistische rationalisme eigenlijk ontdaan is van zingeving, van iets dat groter is dan alleen maar een verzameling atomen. En mechanismen, zeg maar, ik heb het hier even opgeschreven. Even kijken, waar had ik het gezet? Ja, je noemt dat het is ontdaan van het onnoembare in de kern van de dingen dat mensen in staat stelt ethische en morele keuzes te maken. Ja. Dus dat wil zeggen dat er dus iets ongrijpbaars, maar wel iets heel kernachtig en belangrijk bestaat dat je niet rationeel kunt definiëren. Ja. Ik denk dat de meest fundamentele verandering die er moet gebeuren, is dat we de gedachte, de illusie, moeten kunnen loslaten dat we de wereld helemaal rationeel zouden kunnen begrijpen, controleren, manipuleren en sturen. De maakbare wereld. De maakbare wereld, dat is eigenlijk de kernillusie van de traditie van de verlichting, denk ik. De gedachte dat de wereld volledig rationeel kenbaar zou zijn. En dat hangt samen met het mechanistische denken. Mm-hmm. Mechanistische denken is daar het voorbeeld bij uitstek van, is eigenlijk een soort visie op mensen in de wereld, waarin men gelooft dat men alles rationeel kan kennen, begrijpen, sturen en manipuleren. Ik heb zelf die dat mechanistische denken omarmt. En daar, ik ben er eigenlijk ook op een bepaalde manier echt aan ten prooi gevallen. Pakweg tussen mijn, ik zou misschien ruwweg zeggen, tussen mijn 16 en mijn 20 à 22 jaar. Ik geloofde echt dat de wereld een soort fysisch-chemisch systeem was van elementaire deeltjes die perfect volgens de wetten van de mechanica op elkaar inwerken. En waarbij je vanuit die processen alles kan verklaren. En ik heb heel langzaam doorheen mijn leven, en ik ben daar echt uitermate dankbaar voor ten aanzien van het leven, heb ik dat terug kunnen loslaten. En ik heb vaak door het lezen van eigenlijk zeer populariserende werkjes. Een van de eerste werkjes, ik zeg dat in veel boekpresentaties komt dat er sprake, dat een barst veroorzaakte in mijn mechanistische denken, was de Celestijnse Belofte. Een werkje dat nog qua inhoud, nog qua stijl, hoge toppen scheert eigenlijk. Ik heb het onlangs nog eens terug ter hand genomen. Ik heb het ook gelezen. Ja, en uiteindelijk is het niet zo goed geschreven. Ja. En de inhoud uitermate simplistisch eigenlijk. Ja. Maar het volstond toch om te beseffen dat het een illusie is om te denken dat je geestelijke processen kan herleiden tot materiële processen. Hmm. En nadien heb ik langzaam ook door het spoor van wetenschap te volgen, want ik ben altijd enorm hardnekkig rationeel gericht geweest. Ik heb altijd enorm hardnekkig proberen dingen rationeel te begrijpen. Ik had ook echt een mystieke en een poëtische kant, echt. Maar iets gaf mij altijd het gevoel dat als ik die kant volgde, dat ik dan mij buiten
dat ik dan mijn verstand moest achterlaten. Dat mijn verstand me niet anders kon dan zeggen. Het was een of-of gedachte. Ja, dat de essentie van de wereld op een ander vlak lag. En het is maar eigenlijk door in contact te komen of complexe en dynamische systeemtheorie te leren kennen. Veel later in mijn leven, ik was toen zeker al 4 à 35 jaar, dat ik definitief die gedachte heb kunnen bevrijden van die gedachte wezenlijk dat de wereld rationeel begrijpbaar zou zijn. Ja. Complex en dynamische systeemtheorie toont zwart op wit, en dat is een paradox, strikt rationeel aan dat de wereld irrationeel is. Ja. En dat is perfect wat de complexe en dynamische systeemtheorie doet. En het was dan pas dat ik het gevoel had van, je mag je mystieke kant, je poëtische kant volgen, zonder het gevoel te hebben dat je verstand geweld aan doet, of dat je verstand te slapen moet. Het is best combineerbaar. Het is perfect combineerbaar. Perfect combineerbaar. Ja. Ja. Ik vind het ook wel mooi wat je zegt. Je zegt het rationalisme heeft de mens niet bevrijd van de irrationaliteit. Maar het heeft er alleen voor gezorgd dat we die irrationaliteit niet meer onderkennen. Absoluut. Ja. Het heeft... En dat maakt het natuurlijk extra gevaarlijk. Hè? Want als je het niet onderkent, dan kan het... Als je doet alsof het niet bestaat, maar het bestaat ondertussen wel, dan kan het behoorlijk wat... Het rationalisme, het fanatieke geloof dat alles met het verstand begrijpbaar zou zijn, heeft tot de meest irrationele toestanden geleid. Onder andere van de totalitaire systemen die daarin uitblonken. Onder andere tot de absurditeit van de coronacrisis. Ja. Die aan iedereen die niet beneveld is, direct duidelijk wordt. Ik kan het moeilijk anders zeggen, denk ik. Maar inderdaad, en voor mij persoonlijk, denk ik dat het als je logica en rationaliteit werkelijk trouw volgt, kom je vroeg of laat aan de grens ervan. Je komt aan de grens ervan, en het is op die grens dat er zich een nieuwe vorm van kennen toont aan u. Een nieuwe vorm van kennen, een nieuwe vorm van zich verhouden tot de wereld, die een veel respectvollere vorm van zich verhouden is. Als je de wereld benadert vanuit de overtuiging dat je alles kan herleiden tot de categorieën van je eigen denken, heb je die wereld eigenlijk niet nodig. Je gelooft dat alle wijsheid al in jou zit. Dat je vanuit je eigen categorieën van je denken alles kan te weten komen. Maar van zodra je werkelijk kan aanvaarden dat je verstand maar een heel klein deel van de wereld kan begrijpen, een absolute minderheid, en dat daar heeft elke wetenschapper van formaat toe besloten. Allemaal, zonder uitzondering. René Thom, een van de grootste wiskundigen van de 20e eeuw, heeft het misschien het meest helder en direct onder woorden gebracht. Hij zei, dat deel van de werkelijkheid dat rationeel kenbaar is, is uitermate beperkt. En de rest moet je leren kennen door je er empathisch in te leven. Ja. En hij zei, grote wetenschappers blonken niet zozeer uit door hun enorme logische vermogen. Ze blonken uit door een bijzondere capaciteit om zich in te leven in het fenomeen dat ze bestudeerden. Als je dat begint te begrijpen, dat de enige vorm om de wereld echt te leren kennen bestaat uit een tijdelijk resoneren met de dingen. Tijdelijk resoneren met de plant, met de natuur, met een ander mens. Zonder die verwaandheid te hebben van te denken dat je die andere volledig kan begrijpen. Op dat moment viel het mij op, en ik heb dat pas in terugblik begrepen, dat ik op dat moment de dood en lijden veel beter begon te kunnen verdragen. En ik denk dat dat uiteindelijk komt doordat van zodra je kan resoneren met iets van de tijdloze geest die buiten u aanwezig is, stop je met het gevoel te hebben dat het wegvallen van je eigen leven, je eigen lichaam, het einde van je bestaan zou betekenen. Je voelt dat je verbonden bent met iets eeuwigs, dat je deel uitmaakt van iets eeuwigs. Sommige mensen zouden het religieus noemen. Ik denk dat het dat de seminale religieuze ervaring dezelfde was. Dus Max Planck, dus een van de meest briljante fysici en een van de meest briljante geesten die de verlichtingstraditie heeft voortgebracht, zonder twijfel, zei, wetenschap eindigt uiteindelijk, waar religie ooit vertrok, in een persoonlijk contact met het onnoembare. En dat persoonlijke contact met het onnoembare is, denk ik, de poort naar een ander soort besef. En is de werkelijke stap die onze maatschappij moet maken om deze en de reeks crisissen die eraan komen te boven te komen. Daar komt het op neer. De verlichtingstraditie is gestart vanuit een waanachtig geloof, een hoogmoedig geloof, in de capaciteit van het menselijke verstand. Dat was een weg die de mensheid moest afleggen. Die moest daar passeren.
Maar het soort intrinsieke destructiviteit die in dat geloof ingebed zit, en je kan dat zeer logisch begrijpen, paradoxaal, je kan zeer goed begrijpen waarom alles proberen reduceren tot logica en rationaliteit, uiteindelijk de destructie van het leven in geloof. Maar het is liefdeloos. Het is liefdeloos, er zit inderdaad een vernietiging van het andere in. Als je het tegenover iemand anders stelt, vanuit de gedachte dat je die andere persoon volledig kan begrijpen, maak je het mysterie van die andere persoon kapot en herleid je die andere tot jezelf. Ja. Je maakt geen werkelijke verbinding. Je maakt geen werkelijke verbinding. Het lijkt dus ook wel tot onthechting, ja. Maar ja, dan krijg je het disconnectie. Ja. Ja. Inderdaad. Ja. Dus, wat we nu moeten leren is het integreren van de rationaliteit met, laten we zeggen, de spiritualiteit. Mag ik het even zo samenvatten? Ja, ik denk dat we automatisch... Niet of niet een of het ander, maar nee. Ook wel een doorslaan naar de andere kant. Ik denk, we moeten de rationaliteit niet opgeven. We moeten haar tot aan haar absolute limiet doordrijven. Ja. Letterlijk. Je moet tot aan de grens gaan. En dat hebben wetenschappers ons voor, de grote wetenschappers. Ik bedoel echte wetenschappers. Niet het soort... weet wel, hè. Maar we hebben ons daarvoor gedaan. Effectief, ik denk paradoxaal genoeg, gaat de grote groep de kleine groep helpen om dat pad af te leggen. Het enige dat we moeten doen, volgens mij, is de enige zekerheid die we hebben, vasthouden. En dat is, wij kunnen in tegenstelling tot de maatschappij vasthouden aan de meest elementaire principes van menselijkheid. We gaan die ook moeten terugvinden, maar we kunnen daaraan vasthouden. We moeten aan onze principes vasthouden, dat is de enige zekerheid die we hebben. Wat er ook gebeurt, hou aan die principes vast en je zal automatisch, zonder je ergens zorgen over te moeten maken, in de juiste richting bewogen worden. Daar heb ik het volste vertrouwen. Ik ook, om eerlijk te zijn. Ja, ik ook. Ik vind dat een mooie afsluiting. Een hoopvolle afsluiting. Ja, wel. Dankjewel. Zeer goed. Dankjewel voor de...